Sinds 1975 worden in Nederland vrouwen boven de 50 jaar gescreend op borstkanker. Jaarlijks laten ruim 900.000 vrouwen zich hierop preventief onderzoeken. Mede dankzij het bevolkingsonderzoek is het percentage van vrouwen in Nederland dat aan borstkanker overlijdt afgenomen. Het bevolkingsonderzoek naar borstkanker wordt in Nederland uitgevoerd in 65 onderzoeksunits in 5 regio's. De foto's, mammografieën, worden door radiologen op 21 verschillende locaties beoordeeld. Tot voor kort werden de röntgenopnames vastgelegd op film. De films werden door koeriers overgebracht naar een van de beoordelingsstations, waar ze werden ontwikkeld, beoordeeld en bewaard in mappen. Een ingewikkelde logistieke operatie. Vanaf 2007 is in het project Digibob gewerkt aan de digitalisering van dit proces. De röntgenfoto's worden sindsdien gemaakt met digitale opnameapparatuur en opgeslagen in één centrale database. Surfnet zorgt voor de verbinding tussen deze database en de 21 locaties waar radiologen de beelden beoordelen. Hiervoor worden lichtpaden van het Surfnet-netwerk ingezet. Vaste, rechtstreekse dataverbindingen over glasvezel, helemaal buiten het openbare internet om. Jaarlijks verwerkt dit netwerk voor het bevolkingsonderzoek borstkanker bijna 1 miljoen mammografieën. Dit komt neer op ongeveer 30 terabyte aan data. Alle lichtpaden zijn dubbel uitgevoerd, waardoor op elke locatie altijd toegang is tot alle beelden. Als één route uit zou vallen, dan kunnen de data via de andere route verzonden worden. De beelden gaan met gegarandeerde hoge snelheid over het glasvezelnetwerk, waardoor radiologen binnen een fractie van een seconde het gewenste beeld op hun scherm krijgen. Via de lichtpaden van Surfnet worden de data gegarandeerd zonder dataverlies getransporteerd. Belangrijk, want één verloren pixel in het beeld zou kunnen leiden tot een verkeerde diagnose. Omdat de lichtpaden strikt gescheiden zijn van het openbare internet, is toegang tot de data van buitenaf niet mogelijk. De privacy is daardoor gedurende het transport 100% gewaarborgd. Dankzij de lichtpaden van Surfnet kunnen de beelden snel, veilig en betrouwbaar verstuurd worden naar alle locaties die bij het bevolkingsonderzoek betrokken zijn. Een succesvolle toepassing van vernieuwende techniek. Surfnet. We make innovation work.